Als ik 's ochtends op de fiets stap, dan vind ik dat echt een heerlijk begin van de dag. Zeker als ik weet dat ik veel moet nadenken die dag, dan vind ik het fijn om die balans te hebben. Ik ben onderzoeker bij Hogeschool in Holland en vanuit de onderzoeken dragen we bij aan een duurzame leefomgeving. Een van de onderzoeken waar ik betrokken bij ben, dat is van crisismanagement naar risicomanagement in de agrarische sector. En vanuit verschillende disciplines helpen we ondernemers in Nederland om zich beter voor te bereiden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Juist in dat onderzoek kun je nieuwsgierigheid kwijt. Hè? De waarom-vraag stellen, benieuwd zijn naar hoe dingen werken, hoe iets in elkaar zit. Proberen om de best mogelijke oplossing te bedenken. Voor mij is het ook een van mijn belangrijkste drijfveren om mezelf te blijven ontwikkelen. Het is een vrijheid, hè, om dat te kunnen doen. Ja, naast onderzoek geef ik ook les voor de opleidingen Finance and Control en Accountancy. Ja, als je zowel onderzoeker als docent bent bij een hogeschool, geef je dat heel veel vrijheid om eigenlijk de actuele ontwikkelingen vanuit onderzoek ook in je onderwijs te implementeren. Waardoor je studenten altijd kennis laat maken met de nieuwste inzichten. Wat ook relevant is voor hen om mee te nemen naar de beroepspraktijk. Dit ben ik. Wie ben jij?